Welkom, mijn naam is Jan Laros, ik ben expert in de lawinekunde. Wij brengen nu vijf stellingen. Vijf stellingen die volgens ons zeer belangrijk zijn in het proces van een snow safety. De eerste stelling bij alles wat met snow safety te maken is een gewaarschuwd man is geen lawine waard. Meer bepaald, als we het over sensibilisatie hebben, is het erg belangrijk in de nieuwe lawinekunde in de snow safety. Zorg ervoor dat je je laat begeleiden, zorg ervoor dat je cursussen volgt, zorg ervoor dat je laat informeren. Een tweede stelling in de lawinekunde en in de snow safety is dat je de hele voorbereiding kan doen vanuit je luie zetel thuis. Het internet biedt ons een bron aan informatie, aan lawinebulletins, aan toeren die kunnen voorbereid worden, aan stafkaarten zelfs die je kunt downloaden. Maak er gebruik van. Derde stelling is de discipline en de rollende planning. Heel belangrijk bij het buitenpisteski is dat je zorgt dat je de discipline behoudt, zowel bij het stijgen als bij het afdalen. De vierde stelling in de snow safety is kameradenhulp. We weten allemaal dat bij een lawineongeval de kameraden, uw eigen collega's, de belangrijkste bron zijn tot succes om u terug boven de sneeuw te halen. Tot slot de vijfde stelling. Heel belangrijk in de snow safety en de lawinekunde is leer uzelf een beslissingsstrategie aan om op een ordentelijke, correcte en vooral veilige wijze buiten piste te gaan. AS Adventure.